Nou, heimwee kun je vooral zien door een gevoel van leegte. Je voelt je gewoon heel erg leeg, je hebt helemaal geen energie meer. Je hebt heel erg de behoefte om te gaan slapen. Dus je slaapt heel erg veel, je blijft op de bank zitten, je kijkt heel veel televisie. En maar het kan ook gepaard gaan met lichamelijke klachten. Bijvoorbeeld dat je hoofdpijn hebt of dat je de hele dag het gevoel hebt dat je misselijk bent. Vreemd dat ik dacht dat alles mooi zou worden als ik wegging. Weg van huis. Ja, je kan er wel wat tegen doen. Erken dat je heimwee hebt. Schaam je er niet voor, want dat kan echt iedereen overkomen. Erken dat je heimwee hebt en zoek een vriend of je partner op om het te kunnen vertellen. De enige manier om van je heimwee af te komen is actie. En doe het nu. Pak je agenda en bel eens die vriendin op waar je al zo lang tegenaan hikt. Ga eens naar een museum. Ga eens gewoon een lekkere wandeling maken. Dat is ook prettig. Of ga eens lekker winkelen. Maar kom in ieder geval van die bank af. Geen tijd meer om te piekeren betekent ook dat je geen gevoel meer hebt van heimwee. Schrijf een dagboek. Probeer eens zoveel mogelijk de dingen echt letterlijk van je af te schrijven. Want door het van je af te schrijven creëer je ook een afstand. Een afstand van je eigen emotie. En daardoor krijg je ook meer inzicht en overzicht in wat er precies met je gebeurt. Door het ook op te schrijven, krijg je ook, doorzie je ook steeds meer de patronen. Heb je het juist 's morgens of heb je het juist 's avonds? Het is ook belangrijk met een dagboek dat je altijd positief eindigt. Dat je iets wat je gedurende de dag hebt meegemaakt, dat je er even aan terugdenkt en dat je het opschrijft. Welke mensen je hebt ontmoet, welke bloepers je hebt gemaakt. Dus probeer altijd positief te eindigen. Ja, belangrijk is natuurlijk een gezonde geest in een gezond lichaam. Dat doe je door goed te slapen, door goed te eten, maar vooral door sporten. Lekker naar buiten gaan, om te wandelen of te fietsen. Je kunt natuurlijk ook naar de sportschool gaan. Want juist naar buiten of sporten betekent ook dat je ontspant. En ontspant betekent energie. En hoe meer energie in ontspanning, hoe minder ruimte er is voor negatieve gedachten. Op het hoogtepunt van je heimwee probeer dan terugkeer naar Nederland uit te stellen. Want eigenlijk betekent heimwee dat je lichaam is wel verhuisd, maar je geest is nog in Nederland. Je hebt je nog niet los kunnen maken van alles wat Nederland is. Dan hoef je natuurlijk nooit de hele banden helemaal door te snijden. Dat is helemaal niet de bedoeling. Maar vertrouw erop dat die banden blijven. En belangrijk is dat je je richt op het nieuwe thuisland. Dat je je verankert in het nieuwe thuisland. Dat je daar je nieuwe leven opbouwt. En zolang die enorme gevoelens van heimwee er zijn, worden ze, als je eenmaal teruggaat naar Nederland, worden ze groter. En dan heb je kans dat je niet meer terug wilt naar het nieuwe thuisland. Vreemd dat ik hoop dat alles goed zal komen als ik terug ga. Terug naar huis. Heimwee is geen ziekte. Heimwee is tijdelijk. Ik wens jou hele fijne feestdagen, waar je ook bent, in Nederland of in het buitenland, en geniet er zoveel mogelijk van.